eerst was hij weg. En plotseling staat daar auto hier. Maar hij is eigenlijk wat zo. Ja, er kwam er net een kerel af. Die stapt in. Ik ben hier bijna gekaarzucht geweest in het midden van de straat. Hè. Oei, gaan we een auto rijden? Dat heb je. Maar die is van mij, die auto. Heb je daar dan een aankoopbewijs van of zo? Dank u wel. 2-3-1. Dat is uw adres. Dat is dat adres ja? van die Maria. Ik ben benieuwd. Ja. Ah, is een geitje gevonden? We hebben nu geit gevonden, ja. Een vraag zo. Woont hier een Jean-Pierre Verschuren? Ja, dat is mijn zoon. Die is net thuis gekomen. Ah, oké. Okay, mogen wij die... Ja. Kunnen wij die eens wat vragen stellen? Ja, natuurlijk. Ga maar voor. Ja, dank u. Maria van Hout is deze morgen langs geweest op kantoor en heeft haar auto opgegeven als zijnde gestolen. Nu, blijkbaar heeft de dief een aankoopbewijs dat ondertekend is door een zekere Jean-Pierre Verschuren. En die Jean-Pierre Verschuren woont op hetzelfde adres als Maria. Dus we gaan die eens aan de tand voelen nu. Jean-Pierre. Ja. Dat is Jean-Pierre Verschuren, hè? Je leven blijven. Oké. En hij is direct met de deur in huis vallen, hè? Zijn jij op de hoogte van het feit dat uw moeder met uw zoon, vermoed ik, van de morgen bij ons is geweest om aangifte te doen van diefstal van haar wagen? Van dat getje. Ik zijn zus hier. Ze heeft mij verteld dat me gestolen is, maar voor de rest... Ja, maar dan kun je ook misschien bevestigen of zeggen waarom dat je de auto van je moeder verkocht hebt. Want dat weet ze waarschijnlijk niet. Wie? Dat geitje, mevrouw, uw groen geitje met op een dak, heeft onze Jean-Pierre vandaag verkocht. Ik heb hier... Dat geitje. Ja, maar ik heb hier de kaas niet gehad. Ik zijn juist binnen. Maar alle Jean-Pierre, wie doet nu zoiets? Ja, sorry, moeder. Sorry. Zomaar een auto verkopen. Ik heb die verkocht aan een lode van café. En waarom? Heb ik daar op de bingo wat gespeeld? En... Oh nee. Ik dacht dat dat gedaan was. Ja, nee. Ik heb eigenlijk bij de lode geld geleend. Ik dacht dat ik dat kon terugverdienen. Hè. Geld? Hoeveel geld? Wow. Alles samen, 7.100 euro. Wat lief. Jean-Pierre. Ja, moe, ik weet het. Dat auto-token is meer waard dan dat. En ik dacht dat ik u gestopt werd. Hoe is het mogelijk? Kon ik niet anders. Ik, maar, allee, ik, dat kan niet anders. Ja, de bedoeling was om dat terug te betalen, dat ging niet. Die lode wou zijn geld. Jean-Pierre, ga eens in de living. Nergens anders naartoe, hè? Nee. Ja. Wat gaan we doen, mevrouw? Ik ga mijn auto terugkopen. Dat auto moet terug van mij worden. David reed ermee. Hij moet er blijven mee rijden. En geen zoon van mij staat in de schulden. Nergens. Kunnen jullie mij naar het café rijden? Ja, dat kan je wel. Met dat geld toekomen, dat je niet over de straat moet lopen. Nee, inderdaad. Mevrouw, uw zoon weet niet dat geld in die doos zit. Nee. Oké, dan versta ik het. Ja. En deze gaan we nemen. Ja, dat is goed. Gaan we. Ga maar voor. Ik denk dat Jean-Pierre er heel makkelijk vanaf komt, want Maria, zijn moeder, blijkt van plan te zijn om haar auto terug te kopen en op die manier zijn schuld ook in te lossen. Dat is moederliefde, hè? Dat is onverwoestbaar. Ik hoop wel dat hij hulp gaat zoeken voor zijn problemen, want zo'n verslaving kan heel veel dingen kapot maken. Iemand heeft het buskotje gebruikt om romantische boodschappen op te hangen om de liefde van een meisje te veroveren. Wat schattig is, maar het heeft heel veel file veroorzaakt. Dus ik heb het meisje nu gezien en ik heb de jongen gezien en ik wil nu toch wel iets proberen. Hallo, Jolien. Hallo. Ik weet niet of dat je ons nog herkent. Ja, van aan de bushalte. Ja, dat klopt. Hebben jullie een nieuws? Toevallig. Ik wil u eigenlijk iets laten zien. Als je tijd hebt, natuurlijk. Ja, geen probleem. Wacht, hè. Gewoon eens kijken. Hallo, ja. Ja, die zit bij mij op de bus. Ja, ken je? Ik zit samen met u op de bus. Sorry als ik u afgeschrikt met mijn posters. Dat was echt mijn bedoeling niet. Ah, dus hij had die poster dan... Ja, oké. Okay. We zitten hebben een
als ik haar zo kunnen zitten. Dat is toch wel heel schattig, hè? Ja. En geen missen, hè? Ja, nee, ik vind... Toch? Ik vind die ook wel tof. Maar ja... Allee, iedere keer dat ik keek naar hem, dan keek die weg en zo. Dus ik dacht dat hij mij ook niet mocht. En ik... Ja, allee, die... Ik denk dat hij wat verlegen is. Dat denk ik. Dus je weet wat u te doen staat morgen. Hè. Spreek hem aan. Hè. Misschien moet hem toch maar een kans geven, hè? Niet? Ja, misschien wel. Ja? Ja. Allee, ja. Vooruit. Maar ik kan u nog zijn gsm-nummer anders geven, hè? Voor... Ja, maar... Stel... toch dan? Ja, natuurlijk. Dat is toch keischattig. Ja, het is wel een beetje schattig. Oké. Okay. Ja, ja. Oké. Okay. Kun je dat overpakken? Ja. Ja. Zeven. Wallace, Anthony. Ja, oké. Okay. Goed, Anthony, ja. Succes. Dank je wel. Salut, Jolien. Goed dag. Oh, romantisch. Dat is toch schattig, Ovi. Ja, dat is schattig. Toch? Weer een goede daad gedaan vandaag, hè? Eigenlijk wel, hè. Waar ga je rijden? Ah, ja. Oké. Ah, ja. Ik heb voor dit vak gekozen omdat ik toch wel graag een steentje wil bijdragen om de wereld een beetje beter te maken. En ja, soms moet je mensen op hun vingers stikken, maar deze is toch veel plezanter. En ja, het is toch wel echt iets tof, hè? Ja, van voilà, het staat hier nog, hè, mevrouw? Allee, dus... goed, wel komt er. Waar zit jij dan nog in, Otto? Ik kan er toch wat, hè? Ik kan natuurlijk van iedereen vervolgen. Kinder, allee. Het is een gentleman, maar dat is een geitje. Ja, zo zeg ik, gentleman. Ja, dat is uw geitje. Ga maar eens zien. Ga maar eens kijken. Dat valt, dat is het zeker. Die zat gewoon te wachten tot jij die deur opendeed. Ja. Kijk, de stikker van Houten. Maria van Houten dacht dat haar wagen, haar oldtimer, gestolen was. Tot bleek dat haar zoon eigenlijk die wagen verkocht had om zijn gokschulden in te lossen. Maria had nu gevraagd of wij haar tot bij de koper zouden willen brengen, zodat ze haar wagen kan terugkopen. Ja, nee, ja, hij werkt hier eigenlijk. Lode, ja? Kun je even komen? Ja, jij komt me toch niet kloppen geven? Kom even tot hier, alstublieft. Ja. Oh, man, ik moet mij verontschuldigen. Ik dacht dat u een dief was. Ik dacht echt dat u mijn geitje gestolen had. Ondertussen weet ik dat mijn zoon Jean-Pierre hem aan u verkocht heeft. Ja, dat klopt, ja. Ja, wat heel spijtig is, want mijn kleinzoon David rijdt ermee. Ik heb dat autootje al 35 jaar. Dus ik wil dat graag van u terugkopen. Ja, dat vind ik nu toch wel... Maar ik had het liever zelf gehad. Dat voor mij een sentimentele waarde heeft. Dat begrijpt u toch? Ja, ik begrijp dat zeker, ja, maar. Dat is een oldtimer, dat vinden niet altijd. Hè. Nee, wat vraagt u voor? En pas op, je moet mij niet belazeren, want ik weet hoeveel schuld mijn zoon had bij u. Ik zou dat niet proberen, ook, want het gaat al om hoog. Ja, en ik heb nog. Toen dat toch echt zeer, deze. 7.100 euro, dat heb ik. Ja, dat apprecieer ik. Dat is 7.100 en 100 voor u. Dat is voor uw blauw oog. Ik had u niet mogen slaan. Dat hoeft echt niet, hè? Ik bedoel... Ik zal het aanleggen. Ja, dan dat... Amai. En ik ben blij dat ik mijn autootje terug heb. En ben blij dat u het verstaat. Ja, ik vind het wel jammer dat ik hem kwijt ben eigenlijk. Ja, dat begrijp ik ook, ja, maar... Ik heb sympathie. Ik apprecieer het. Ja, onze Lode komt er nog goed vanaf. 100 euro voor zijn blauw oog. Dat is niet slecht. Maar natuurlijk, we zijn blij dat die mensen dat onderling kunnen oplossen hebben. En ja, dat maakt onze job een stuk aangenamer. Ja. Ik zal dat wegsteken. Ik ga dat wegsteken, natuurlijk. Dank je wel. Dat is veel geld. Salut. Ja, als dat leuk is, merci. En wie voert er mij naar huis? Ja. Zeg ik, ja, kan ik rijden dan? Hè? Maar... Een echte gentleman. Ja. Ik heb chance mee, hè. Ja. Ah, heb ik er chance mee? We zijn nog niet thuis, maar dan af en toe, ja, af en toe. Die naast mij zit, en volgde jij dan? Alsjeblieft. Ik kan dat niet meer rijden, hè. Ja. Ja, de gordel. Pas op, hè. Voorzichtig, hè. Wat? Voorzichtig. Ja. Doe dat dicht. Ik volg, hè. Ja.
Stafke? Stafke? En ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Ja, ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Dan gaan we samen, oké? Maar we blijven samen. Ja, Jans-Paulien, die is nu thuisgekomen, hè? Maar we zijn toch niet thuisgekomen. Wat is er gebeurd, hè? Die man heeft mijn haren afgeknipt. Die man heeft uw haar afgeknipt? Obi? Obi?